Klaar? Jazeker. Gaat helemaal goed komen. Ja. Ik heb er nu al zin in. ik ben er toch een beetje jaloers dat ik niet meer zelf die dingen mag doen. Ja, nee, dat is wel. Welkom bij deze vlog. Vandaag staan we in de oude fabriek van IBM. Daar hebben wij een kantoor als Nalta zijnde. En naast mij staan Willem van Copaco en Matthew van Nalta. En Willem, kan jij eens vertellen wat je bij Copaco doet? Ja, ik werk bij Copaco op de afdeling Professional Services. En ik hou me voornamelijk bezig met de implementaties van het hele Dell EMC portfolio van heel veel dingen. En waaronder de Data Protection Appliance. Ja, en Matthew, wij werken al heel veel jaren samen. Wat doe jij zoal bij Nalta? Nou, van alles. Nou, ik zit nu al 11 jaar bij Nalta. Ik ben begonnen inderdaad als op de service desk. Een beetje eindgebruikers ondersteunen en dergelijke. Ja, en tegenwoordig doe ik eigenlijk best wel een beetje wat... Wat Willem ook doet, gewoon de Dell-portfolio en ja, steeds meer richting de dataprotectiekant. Het is super gaaf, want achter ons staat een doos van Dell EMC en daar zit in de nieuwste Data Protection Appliance. En die gaan wij zometeen unboxen. En wat het mooie eigenlijk ervan is, en ik ben een beetje jaloers, want ik mag er nooit zo veel mee doen. Maar wat het mooie is dat wij steeds vaker van de klanten horen dat ze het eenvoudiger willen en makkelijker willen. Willem, als jij bij een klant begint... Wat is dan de meest voorkomende situatie die je aantreft? Ja, vaak denken de klanten voornamelijk veel aan de backup. Maar ze vergeten daarbij dat de backup ergens voor dient. En dat is ja, de restore of de disaster recovery. Nou, dat is het eerste gesprek wat we altijd aangaan bij de klanten. Dus eigenlijk bij alle klanten zo. Ja, en wij doen natuurlijk naast dataprotectie ook heel veel andere zaken. Matthew, zie jij dat klanten dataprotectie een leuk onderwerp vinden? Of hebben ze het liever over andere zaken? Nou, vaak is de klant liever eigenlijk met andere zaken bezig en hebben ze zoiets met dataprotectie, nou, backup, dat moet gewoon werken. Ik hoef daar niet over na te denken. En als ik een keertje wat wil restoren, moet het gewoon werken. Nou, ben ik benieuwd. Wat denken jullie straks als die doos open gaat, wat je dan daarin gaat vinden als Data Protection Appliance? Weet je er al wat van? Ja, ik weet er in zoverre al iets van. Ik heb hem ooit mogen bekijken en ik heb in ieder geval de console en dergelijke al mogen zien. Ja, hij ziet eruit zoals alle Dell EMC producten met een super coole honingraat front. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ja, perfect. Matthew, heb jij al mee mogen spelen met de Data Protection Appliance? Nou, wel met de virtuele, maar met de fysieke nog niet. Dus ik ben natuurlijk wel benieuwd wat we allemaal tegen gaan komen zo. Nou, ik stel voor dat we gewoon stoppen met het interview en beginnen met de unboxing. We gaan kijken vandaag hoe die server eruit ziet. Want eigenlijk is het gewoon een Dell server wat Willem zegt. En we gaan eens kijken hoe die er van binnen uitziet, onder de motorkap. Want dat is eigenlijk het grappige. Daar kom je als klant nooit meer achter. We installeren hem, je krijgt een console en vanaf dat moment ga je beginnen. In een paar uur kan je beginnen met backuppen. Ja. Maar dat gaan we straks ook laten zien. Maar eerst moet hij uit die doos, want ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hem nog niet gezien. Dus ik zou zeggen, we gaan beginnen met unboxen. Laten we dat doen. Dan gaan we dan. Ja, laten we beginnen met de unboxen van de appliance. Nou, top. Ik ben benieuwd. We beginnen natuurlijk met het supercoole frontje. Hè? Waar we net al over gesproken hadden. We worden bedankt. Dat is helemaal goed. Ja, twee fantastische stroomkabels erbij. En ik hoop dat we wel iets heel veel mee op te doen. En de volgende pakt. Kijk eens, zo. Zo, daar is hij dan. Mooi ding. Ik dacht alleen dat er wat meer disk in zouden zitten. Ja, er zitten in totaal 96 terabyte aan disk in. Zowel aan de voorzijde als hier. Ik zal eens even openmaken. Middenin. Hier zitten de andere vier disken. Oh, ja. Ja, en op basis van de licentie is het eigenlijk... dit model is van 24 terabyte licentie. En de licentie toe te voegen om tot de 96 terabyte te komen. Okay. En hier aan de achterzijde heb je nog de 10 gig SFP modules voor de connectiviteit. Dus voldoende bandbreedte, denk ik. Ja, dat is inderdaad wel meer dan in mijn test-VM'tje. Ja, denk ik ook inderdaad. Nou, dan denk ik dat we hem gewoon dicht kunnen doen en in de rek kunnen hangen, of niet? Ja, denk ik ook. Het is een kwestie van in het rek schroeven aansluiten. Hij is 2 uur hoog. Dus je past eigenlijk altijd. Ja, andersom, dankjewel. En dan kunnen we vanuit de laptop de wizard op gaan starten. Nou, ik heb hem geconfigureerd via de iDRAC. Kan ook rechtstreeks op de server. En dan komen we hier in dit scherm en dan kunnen we beginnen. Nou, als we hier onder de motorkap kijken, zien we de status van alle producten. Alle onderdelen van IDPA.
En aan de groene vinkjes kunnen we hier zien dat alles goed is. En hier beneden kunnen we zien dat de connectie naar de cloud ook in de lucht is, als je daar naartoe een backup zou maken. Nou, ik log nu in het beheergedeelte. En hier zie je de tool die je als je beheerder eigenlijk dagelijks zal gebruiken. Eigenlijk de enige tool waar je over het algemeen zal kijken. En hier zie je in één oogopslag of de backups gelukt zijn, of het systeem goed is, of de capaciteit nog binnen perk is. En hier gaan we later nog een keertje de diepte in.